Hoi, ik ben Koen Herfst en ik ben vandaag in de winkel van Key Music in Rotterdam. En ik heb een aantal vragen van jullie gekregen over, je raadt het al, drummen. En de eerste vraag die ik had is, hoe krijg ik rimshots onder de knie? Of boven de knie, naast de knie? En dat is een goede vraag, want daar heb ik ook erg mee geworsteld toen ik net begon met spelen. Want dan hoor je zo'n lekkere vette knal op een snare, pang! En ik denk, hoe doen ze dat toch? Wat er gebeurt bij een rimshot is dat je het midden van het vel raakt en dus de rim. Maar dan tegelijkertijd. Dus dat kan heel lastig zijn om dat te oefenen. En een kwestie van vaak doen dus. Dus wat je doet is... Dat is best overdreven hard. Nog even heel hard en dan laat ik zien dat het ook zacht lekker kan klinken. Dus hoor je het verschil tussen dit? En vooral in de hardere stijlen muziek is het natuurlijk heel lekker om die agressieve rimshots door de muziek heen te laten knallen. Bijvoorbeeld bij echte rockachtige groove. Maar zachtjes kan een rimshot ook heel lekker zijn. Bijvoorbeeld in een funk groove. Want als je die alleen in het midden zou slaan, zou je zo klinken. Dan met rimshot. En wat ook een hele goede is, is om gewoon je single strokes te oefenen. En dan je accenten met rimshots te pakken. Dus in plaats van... Enzovoorts.